Maar goed, daar zijn we weer. Een nieuwe zaterdag. Dat betekent nieuwe activiteiten. En off-camera is er van de week al donders veel gebeurd. Het dak is al strak en de zijkant is al behoorlijk ver op weg. Hij is afgeplakt en de binnenkant die was al netjes. Dus daar willen we geen plamuurstof en andere ellende verder in krijgen. Niet meer dan nodig is in ieder geval. En vandaag volle bak verder met strak maken. Want eigenlijk ben ik een beetje van plan om hem volgende week in de epoxy te zetten. Dus ja, hij moet eerst strak gemaakt worden. Dus ik ga jullie vandaag meenemen op een tour in de stoffabriek. Plamuur aanmaken. Hoe moet je plamuur zetten? Allemaal dat soort thema's gaan we allemaal langs zien komen. Hopelijk, waarschijnlijk. Dus ik ga niet te lang lullen. Maar ik ga gauw aan de gang. Want er moet nog een hoop gebeuren vandaag. En dan ga ik hier beginnen aan deze kant, waar nog niks is gebeurd. Dan moet eerst geschuurd worden, voordat de plamuur op kan. Er zit wel iets allemaal overal in, zeg maar. De wielrand ook. Moet allemaal wel eventjes, er zijn overal wat iets, zeg maar, waar nog punten op moeten. Maar die plamuur, dat is een mooie tip voor thuis. Plamuur altijd of op blank metaal, of op epoxy primer die helemaal goed doorgehaard is. En aangezien ik nog geen epoxy primer heb, moet voor het dak dan nog bestellen. En dan voor dit ook. Schuur hem helemaal blank. En dan kijken wat de status is. Maar je techniek is nu, je doet die tasje ook weer in de deuk. Ja. En dan doe je het. Kijk, je hoort hem, hè? Ja, en je slaat nu in de deuk. Nee, daarnaast. Precies een rondje rond de deuk. Ja. Om eigenlijk het materiaal wat om die deuk heen zit naar het tasje te matchen en dan is het vlak. In theorie. Ja, je brengt eigenlijk het materiaal in de deuk. Breng je er op de rand van de deuk te slaan, breng je het materiaal naar buiten. Ja. En als je te hard slaat, dan wordt hij te groot. Ja, maar hij was net al te plamuren, dus op zich kan alleen maar beter worden. Nu heb je die tasje geraakt weer. Dat klopt. Want je hoort het heel goed als je het tasje raakt. Ja, het tasje moet je eigenlijk ondersteunen, maar niet raken. Precies. Ja, we gaan het gewoon bekijken. Oké, nou dan gaan we dan. Dus het is een uitgedeukte plaat metaal. En met een carrosseriefijl kun je hem checken. Low spots worden dan instant duidelijk, zeg maar. Oh, kijk eens. Je kan er nog best wat aan vuil lopen. Ja. Naar dat heen gaan, hoor. Dat is wel een Opel, hè? Ik denk dat hij elke muur aan staal, dat hij die wel nodig gaat hebben in zijn leven. Ja, het zal 0,8 mm dik, denk ik. Ja. Nou, maar voordat je een tiende weg hebt. Precies, maar verder. En je ziet ze wel ontstaan, hè? Ja. Is dat op de beelden ook te zien eigenlijk? Ik heb werkelijk geen idee. Als je de doos zou oversluiten met epoxyprimer en je klost hem daarna uit, ben je het kwijt. En deze krassen gaan daar ook mee uit? Of moet je nu weer met 12... Die moet je erna schuren. Ja, hè? Je moet met tot 120 of 220 of zo over, denk ik. Liefst 80. Eerst beginnen 80. 120 en dan bezig blijven. Ja. Ja, mooi man. Ik hoop dat het te zien is. Ja, dit is wel een beetje te zien. Ja, dit is wel duidelijk. Dus met die vijl kun je heel duidelijk zichtbaar maken. Of haal je, zeg maar, heel strak
een heel klein beetje materiaal weg. Die vijl die heeft heel veel stijfheid, veel meer dan een klas met schuurpapier. Dus die vijl die is echt recht, zeg maar. Nou, en alles wat niet recht is en onder het maaiveld ligt, doordat die vijl een bepaalde oppervlakte achterlaat, kun je heel duidelijk zien. Kijk, hier, hier en daar. Dat zijn allemaal ja, kleine deukjes in principe. Heel minimaal hoor. We praten hier echt. Ja, hoe diep zou zo'n deukje zijn? Ik denk een paar mu, eerlijk gezegd. Dat is echt helemaal niet veel. Maar je kunt ze zelf ook eigenlijk niet voelen. Het voelt gewoon glad. Dus het is echt heel, heel, heel weinig. Maar ze zitten er wel. Dus met een beetje epoxyprimer en uitklassen, dan ben je die ook kwijt. En dit detail, dit is ongeveer het detailniveau strak maken waar we op zitten op dit moment. Dat is best wel serieus, al zeg ik het zelf. Maar ik vind het wel heel mooi gaan. Zo, plamuur aanmaken 101. Hoe doe je dat? Men nemen 3M General Purpose Body Filler. Dus dat is geen Bondo, maar wel goede spul. Met twee plamuurmessen gaat het super. Niet te veel. Je moet het nog wel kunnen handelen, zeg maar. Of hanteren, hoe zeg je dat? Ja, hanteren. En er gaat een beetje verharder bij. Die verhouding komt heel precies. Niet dus. 3%+, want het is koud in de schuur. Dus er moet iets bij. Dit is de techniek. Zo werk je dus de roze verharder in de witte plamuur. Handig, die kleuren. Dan kun je zien waar je aan het doen bent. En als het allemaal één egaal kleurtje is, dan ben je klaar om te gaan. Niks handig. Dus als ik, dit is niet overdreven trouwens. Als ik met plamuur aanmaken de handen gebruik zoals ik ze wil gebruiken, klinkt fout, is echt zo. Dan zie ik dat er best wel bloeiend uit, zeg maar. Dan krijg ik de plamuur en de verharder heel mooi door elkaar. Draai ik vervolgens de acties om. Hè, wil ik het wachtheffen, dan moet ik. Zie, denken begint al. Als ik de acties omdraai, dan ziet het er opeens zo uit. Dan weet ik niet hoe ik de dingen vast moet houden en dan. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar nu. Alhoewel. Het ziet er best oké uit. Zo voelt het niet. Nee, dat snap ik. Zie, kijk, ik begin ook te strooien. Oh jee. En daar heb ik nog geen last van als ik het op mijn manier doe. Dus ja. Linkshandig zijn is echt top. Superhandig. Echt een aanrader. Maar goed, plamuur is gemaakt. Zal ik dit nu met rechts erop plaatsen of met links? Wat jij wil. Dan doe ik het toch liever zo. Even kijken hoor. Het ziet er best vloeibaar uit, toch? Ja, dat is best oké. Zal ik er nog meer op doen? Hoppatee. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik heb deze staan, toch? Even kijken. Begin ik maar eens even bovenop. Beetje meer, die is wel erg arm. Zijkant afschrapen. De zijkant van de hem. Ja, allebei de zijkanten. Hallo, zorg dat je één kant schoon houdt, altijd van je plamuurmes en van je plamuur hebben. Ja, die. Dus altijd zorg dat je randen tot die glad overlopen.
bovenste zou ik zo later kan mooi die radius inschuren. Precies. Dan heb ik nog een beetje. Ben ik hier genoeg? Dit nu plekje hou ik dat op smeren. Ja. En daar staat ook nog iets. Hier zit ook een deukje. En de rest in de wielrand masseren, denk ik. Ja. Hier zit guidecoat op. Precies. Dat is een hulpmiddel om te kijken waar low spots zitten. Controlepoeder. En deze video is niet gesponsord door Colat, helaas. Nee, dat moeten we allemaal zelf kopen. Oké, dus je kunt hiermee en je hebt een schuurklos. Dan kun je gewoon checken waar moet ik nou schuren. Dus als ik heel voorzichtig eroverheen ga. Hey, de kachel meldt zich. Dan kun je meteen zien, hier zit een rare feature die ik niet... Dat was niet helemaal de bedoeling om dat hier te hebben. Dus dan weet je, daar moet ik nog meer schuren. Dus als ik daar nog wat meer stuur, zonder te hard te beuken, zeg maar. Zonder die ronding te heen en weer. En die plek daarnaast? De plek daarnaast. Oh ja, want die was al klaar. Dus wil je zien dat op een gegeven moment... Dat je die guidecoat helemaal kwijtraakt. Maar waarom schuur je niet vanaf één kant? Waarom ik niet vanaf één kant schuur? Om te zorgen dat de vorm gelijkmatig wordt. Je wilt natuurlijk niet zeg maar dat het een soort van wigvorm wordt. Dus je moet wel van twee kanten, anders ben je een soort driehoek hier aan het maken. En zo zorg je, het worden nu piramides, maar... He, als je dat een beetje netjes doet, dan blijft het gewoon vlak. Want hij moet hier ook mooi overlopen en hier in de plamuur. Dus zo doe ik dat, zeg maar. En je ziet hier ook wel ontstaan. Bij deze is het heel duidelijk dat je een soort overgang krijgt. Van heel weinig plamuur naar hier waar een deukje zat. Je zet zo'n sierlijstje op, zo'n GT-sierlijstje. Er zit een heel klein deukje ingeplamuurd. Je ziet een beetje die overloop hier ontstaan. En dat is... eigenlijk goed. Er zit heel iets in, dus dat zal wel iets in het materiaal hebben gezeten. Maar die techniek gebruik je hier ook. En je schuurt ook naar je features toe. Dus we hebben hier die wielrand, zeg maar. En daar zit een soort van flare in zo. In het echt, dit is het echt. Er zit een soort flare in, die moet er ook terug in blijven. Dus als je dan gewoon dit helemaal vol baggert met plamuur en zo recht maakt, dan wordt het een vlakke plaat. Maar dat moet niet. En die features, daar moet je naartoe schuren. Dus je moet je voorstellen dat die lijn, zeg maar, die wielrand, die loopt hier zo. En dan komt die flare zo, iets breder. En die loopt dan hier naartoe weg. Hieronder is het wel vlak. Dus die features, je moet die vlakken als het ware in je hoofd ook zien. Of met een potloodlijntje. En die moet je allemaal ook een aparte behandeling geven. Die moet je, elk van die dingen, die moet je apart schuren. Dus als ik zeg... Dat die wielrand ongeveer zo loopt. Is dat te zien? Nou, ik denk het niet. Ik zal dat iets serieuzer doen. En dan moet ik druk zetten. En dat mag ook. Die is het inderdaad. Nou, doen we hem gewoon even extra dik voor de foto of voor de film. Voor de film, precies. Zo, hier dus. Ja. En dan die andere die loopt zeg maar... Die is een beetje hier, hè? Dus die komt dan hier naartoe. Hier loopt hier weer naar onderen. Ja, dus dat zijn... Vervolgens zie je er niks meer van. En vervolgens niet. Maar dit zijn dus zeg maar de drie vlakken waar je mee hebt te maken. Dus die vlakken willen wel allemaal vlak blijven. Dus die moeten allemaal... Hè, als ik ga schuren, dan ga je schuren, zeg maar. En van weerskanten. Maar je behandelt elk van die vlakken, die behandel je apart. Dat is hier een beetje lastig, omdat het heel klein wordt. Maar de principes gelden wel. Deze klosje apart, links, rechts, zeg maar schuin uit, deze ook en die ook. En dan uiteindelijk, als je dan de vorm goed hebt, dan als laatste doe je de radius erin maken. Zeg maar dat de smooth transition is, want in het echt is, of in het echt, origineel is dit soort gestand, één groot gestandsding. Dus dat zijn geen scherpe hoeken per se, er zit gewoon een radius op. En dat is eigenlijk de laatste stap die je erin maakt. En als je dat allemaal gedaan hebt, dus je hebt eerst getimmerd, dan heb je geplamuurd, of getimmerd, je hebt eerst uitgedeukt, dan geplamuurd, met of zonder guidecoat, met een goede techniek, dan ben je aan het strak maken en
Ja, we gaan hier naar een bepaald punt toe waarvan we zeggen van... Naar een bepaald punt toe waarvan je zegt van nou... Het is op een gegeven moment goed genoeg dat de epoxy het oplost. Dus ja, dus dat. En dat is eigenlijk heel in het kort of in het lang. Ik weet niet hoe goed jullie aandachtspannen is. Het is strak maken van dummies eigenlijk. Dit is gewoon de hoek. Nou, ik heb net even wat geschuurd, geplamuurd. En dit stuk hier is echt mint. Perfect strak, glad. En nu ga ik door naar het volgende. Want ik had hier natuurlijk net ook een aantal ongewenste features ontdekt. Dus hier moet gewoon nog even wat plamuren. En het is nu heel veel hetzelfde recept. Hé, ik voel iets wat er niet hoort. Oh, ik doe de plamuren of ik sla het met de hamer plat. En dan, oh, ik schuur het uit en hé, het is klaar. Was het allemaal maar zo simpel, maar de theorie klopt. Dus dat ga ik nu even doen. Maak het eens klaar. Doos van Krop. Mes. Niet gesponsord, wel in beeld. Wauw. Hier zit in. Het lijkt wel Sinterklaas. Tenminste, ik weet niet wat erin zit. Of wel, want ik heb het zelf besteld. Maar kijk. Dat heb ik nou altijd aan Wildenham. Nee, kijk eens eventjes. Schuurpapier. Korrel 80. Pas op. Verder. Premium glaze. Dus zeg maar een fijnere plamuur. Dus als er nog dingetjes zijn na deze plamuurronde die gedaan moeten worden. Hele kleine dingetjes, pinholtjes, luchtbelletjes, dat soort dingetjes. Perfect. Verder. Autonet schuurpapiertje. Hebben we net over gehad. Zitten gaatjes in. Dus dat is echt ideaal voor de stofafvoer. Je hebt veel minder materiaalophoping. Schuurt geweldig. Autonet. Geen reclame. En nog een doosje. En dat is weer deze doos van Krop. En dat betekent dat we verder kunnen, want het schuurpapier was bijna op. Hartstikke mooi. Dus er worden nu twee smaken plamuur door elkaar. Maar dan maak je een soort plamuur die heel goed smeerbaar is en nog steeds wel goed vullend. Dus een mix van glaze en gewone filler. Premium glaze zelfs. Wauw. Het mooie is, die twee producten, allebei 3M en gebruiken allebei dezelfde soort verharder. Dus dit is ook gewoon een licensed techniek. Dit kan gewoon. Dus het zal eigenlijk hetzelfde met schuurpapier. Het schuurpapier ga je steeds een stapje fijner. En dat is met de plamuur hier eigenlijk net zo. Paaien. Ja, dus we hebben het net hier in die... hier zit nog wat putjes en zo. Dat poriën in de plamuur. Maar ik heb wel de vorm er mooi in geschuurd. Kijk, die lijn die gewoon goed doorloopt. Die lijn die loopt mooi door. Dus nu eventjes de poriën dichtklatsen met... De glaze plamuur, hoe moet je dat zeggen? Zie, dat smeert ook een stuk makkelijker uit als die dikkere general purpose body filler. En toch is het goed vullend. Oh. Er zit geen smell-o-vision op, maar het ruikt ook heel iets anders dan schone plamuur. Hebben we er niks aan. Maar hé. Hey.
Dingen die ik vandaag gedaan heb. Vandaag heb ik heel veel strak gemaakt. Heel veel strak gemaakt. Er is gesmeerd met plamuur. Gewreven met schuurpapier. Getold met de schuurtol. En gehamerd met de hamer. Ja. Nee, onder andere de neus. Tenminste, de helft van de neus. Deze kant is behoorlijk oké. Hier zat wat meer werk in. Parafaan. Dak. De bestuurderskant. Achterscherm. Dan zit nog hier iets die werk in. En hier. Hier. Bij de dorpel. Maar iedere keer om te passen. De zijskeut erbij gehouden. Dat is een top tip, hè. Als ergens onderdelen op moeten. Misschien kun je daar wel van uitgaan om het te passen. En ik zeg misschien, want. Want dat is wel geinig. Geinig. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Dus kijk. Zijskeuthoek. Dan denk je, hey, dat is een originele. Kijk, staat erin. GM. Staat gewoon GM in. Gewoon hartstikke krom. Ik denk, nou, dan buigen we hem toch even bij. Ja, nee, niks daarvan. Het is een soort polyester vezelversterkt spul, zeg maar. Dus die is gewoon afgeknapt. Dus, bij deze een soort oproep aan de community. Heb je nog zo'n ding liggen, origineel GM, met de pootjes nog heel? Ik hou mij aanbevolen voor de... Wat is dit? Bijrijderskant, want ja... Dit lijkt niks zo natuurlijk, zo'n aangevreten ding. Wat wel mooi is trouwens... Ik was een rondje aan het lopen. Deze wielrand strak. Dit stuk achterscherm oké. Okay. Hier oké. Okay. Hier oké. Okay. En hier wel al begonnen, maar dat is nog niet af. Dus, wat rest mij nog te doen? Een aantal dingen. Een aantal dingen nog. Want het schiet mooi op. Kijk. Ben ik in één keer goed belicht? Hoe kan dat toch? Ja, lampie. Geïnvesteerd. Dat tezijde. Een aantal dingen moeten nog geschuurd worden en strak gemaakt worden. Maar na deze sessie vandaag, strak maken voor dummies of strak maken 101. Ik weet nog niet wat de titel gaat worden. Dat kunnen jullie al zien. Jullie hebben het al gezien. Best wel veel gedaan. Dus, werk er al mooi naartoe. Om de auto misschien wel volgende week in de epoxy primer te zetten. Dat is het doel. Alles is nu blank metaal. En ja, de lucht is toch nog niet zo droog als in de zomer. Dus dat blanke metaal wil je zo snel mogelijk goed beschermd hebben. Plus is gewoon fijn. Hij moet toch in de epoxy. En dan moet een aantal weken goed in kunnen drogen. Dus zo snel mogelijk de shell in de epoxy zien te krijgen. Dus volgende week nog een aantal dingen strak zetten. Dan de epoxy erop spuiten en dan gaat het hartstikke goed komen. Maar voor nu is dit het einde. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.